Het gaat net goed met de vrijmetselarij. De verschatten loges in Nederland ze en het aantal leden neemt toe. Zei ik in snits. zie ziekte ze hield ik meer de Ipanbier hit, maar Bikelix, iepen joen. Maar wat dogen ze nou eens? De vrijmetselarij is geen leer. De vrijmetselarij is geen religie. De vrijmetselarij is een methode om mensen te helpen na te denken over hun leven. En de uitkomst van dat nadenken heeft iedereen in eigen hand. De snits brengt een jubileumboek uit. meest in ze stil bij het 200-jarig bestaan van haar een club die dus wel wat nieuw leden broeken De vrijmetslij is zeker niet groeiend. De vreemdeling krimpt wat, zoals heel veel verenigingen krimpen. Uh, ik denk dat de gemiddelde leeftijd wordt wat hoger, maar niet heel erg dramatisch. Bij het grote publiek hing het nog altijd een protagheimszinnig iets om de vrijmitselarij hinnen. Zelfs sjongen ze dat hier los. Ik zou niet weten wat er geheimzinnig is, anders dan dat wij eh, mensen die willen toetreden, die zelf het initiatief willen nemen, moeten nemen om te zeggen van ik wil lid worden van de vrijmenslerij, dat we die van tevoren bij de inwijding niet vertellen wat hen te wachten staat.